Als kind vertelde mijn vriendin me wel eens over de keren dat haar vader dronken was. Hoe hij het ene moment vertelde dat hij van ze hield, om het volgende moment tegen haar te beginnen te schreeuwen, terwijl haar net zo dronken moeder hem naar boven probeerde te slepen. Als ik voor haar feestje werd uitgenodigd, bleef ik het liefst in het buitenhuis, bang om aangepakt of vastgehouden te worden door iemand die het net wat te gezellig had gemaakt. Want zo wordt er tegenwoordig over gesproken. Even helemaal zat worden is iets amusants, wat bijna verplicht is voor een goede avond. Maar niet alleen volwassenen denken zo. Jongeren zelfs nog meer. Familieleden van mij die vallend en kotsend thuiskomen. Die overgevend op het toilet in slaap zijn gevallen. Waarbij ze met z'n allen naar boven hebben moeten tillen. Of iemand die in zijn eigen uitwerpsel sliep. Klasgenoten van mij die 2 jaar geleden al hun maag moesten laten leegpompen vanwege alcoholvergiftiging. Waar ligt de grens? Op social media worden alcoholisten en stoners als stoer imago gezien. Bedrijven die hun producten aankleden om aantrekkelijk te maken voor jongeren. Wij die Amerikanen uitlachen vanwege hun bescheiden alcoholgebruik, om trots te vertellen dat sommige 14-jarige Europeanen al aan de vodka zitten. Ik denk terug aan de tijd dat ik afsprak bij een dierbare vriend. Toekijkend hoe zijn stem brak en hij in tranen uitbarstte toen hij doorhad dat zijn moeder weer gedronken had. Hoe hij bang was op school, bang voor het nieuws dat ze weer zoek was, om maar later dronken in de berm terug te vinden. Ik weiger om stil te blijven. Stil te blijven terwijl dit genormaliseerde alcoholmisbruik levens blijft verwoesten. Maar als ik zeg dat ik het raar vind dat we bij studentenverenigingen ons kapot moeten drinken om ontgroen te worden, dan snap ik het niet. Als ik zeg dat het misschien geen goed idee is om dat 6-jarige ventje bier te geven, dan moet ik niet zo flauw doen, want wat kan het kwaad? Volgens het WGO in 2019 werd er berekend dat er jaarlijks zo'n 5000 mensen sterven in Nederland aan de gevolgen van alcohol. Ik hoop dat als mijn kinderen later opgroeien, dat ze niet bang hoeven te zijn door iemand die het net te lollig heeft gemaakt. En ik hoop dat wij als samenleving op kunnen staan, onze problemen onder ogen kunnen komen en onze volgende generatie mee kunnen geven hoe je van het leven kan genieten en het de volgende dag ook nog te kunnen herinneren.